Jesse van der Velde. En Jesse, die ken ik wel van social media en zo. En ik lees wel wat van hem. En daar staat hij. Dus daar gaan we zo even mee praten, Sjoe. Jesse van der Velde. Dat ben jij, spirituele detox. Hier is het boek. En het eerste wat ik lees, Jesse, dichter bij jezelf komen. Wat is de kern om dichter bij jezelf te komen? Nou, wat ik observeer is dat we in het Westen, dus ook in Nederland, best wel veel leven in een maatschappij van doen en van afleiding. We zijn aan het werk en we komen thuis en we zetten onze tv aan en we kijken op onze telefoon. En in de actiestand? In de actiestand, ja. En wat wij in de cliënten die we hebben begeleid, en dan kwamen ze vooral voor fysieke gezondheid, dit is echt de mentaal-emotionele kant, al jaren observeerde, was dat het fight-or-flight systeem, het stresssysteem, bij mensen zo aanstaat. En dat ze geen momenten nemen om stilte te durven pakken. En geen momenten durven nemen bijna om diep van binnen naar te kijken naar wat voel ik eigenlijk echt. Maar tegelijkertijd allemaal zoveel momenten hebben dat ze dachten, shit, had ik nou maar naar mijn gevoel geluisterd? Want onze mind wil rationaliseren. We voelen iets, maar we zien het niet helemaal. We willen de zekerheid dat het ook klopt. En we denken, nou ja, laat maar. Ja. En achteraf denken we, ja, shit, had ik maar naar mijn gevoel geluisterd? Is het dan een kwestie van doorzetten, in mijn geval? Nou, je hoeft het nooit te forceren, maar het is wel een kwestie van dat pad blijven bewandelen. Van je ogen durven te sluiten, stil durven te zijn en echt die diepgang in jezelf te durven gaan vinden. Want in mijn ogen vinden we daar de echt grote rijkdom van het leven. Maar dan heb ik dus nog wat te gaan, denk ik.